is shining, the weather is sweet, yeah. Make you wanna move. Ideale weersomstandigheden tijdens de training in de aanloop naar Ajax FC Utrecht. De nummer 4 op de ranglijst. De eerste van nog 4 resterende wedstrijden. Met Mike van der Hoorn, Kenny TT en jong Ajax-speler Pelle Clement. Vandaag veel aandacht voor het creëren van kansen. Op aangeven van viergever Max Serrero het subliem af. Diederik Boer kansloos, applaus van Heidega en Dennis Bergkamp. Na het fluitje van Heen Spijkerman, korte, snelle partijvormen van onder meer 2 tegen 2 met Younes. Treft zeker met links. Veldman in achtervolging op Anwar El Ghazi, draait mooi weg. Kijkt en dan buitenkantje rechts. Mooi doelpunt. Dan Goudelje. Met links, bovenkant lat. Opnieuw Goudelje. Lichaamsschuimbeweging, Sinkgraven. Daly op Donny. Doelpunt. Dan gaan we verder met Veldman. Kijkt, schiet en scoort. Armin Younes. Nog mooier in de kruising dan Veldman. Frank de Boer genoot op de achterzit van zijn scooter van dit soort treffers. En dat gold ook voor Richetli Bazour. Sinds een week zijn Frank de Boer en zijn scooter een ijzersterk duo waar niemand tussen komt. Dennis Bergkamp niet. En ook Pim van Doort niet. Na dit intermezzo gingen de spelers door met scoren, zoals Goudelje met deze volley. Op aangeven van Anwar El Ghazi. Pelle Clement wordt daarna gestuit door Goudelje. Dijks neemt over en wil het artistiek doen achter het stambeen. Alblas doorziet het en dan Younes. Met dit balletje op Pelle Clement. Omhaal! En wat een prachtig doelpunt van de jong Ajax-speler. Tijd om te genieten was er pas na afloop, want mede door deze treffer ging Groen als winnaar van het veld. Het verschil tussen winnen en verliezen was ook op deze mooie dag erg groot.